Daar zijn we weer. Dominee Piet en Peter. En we hebben hier een leuk verhaaltje deze keer, toch? Ja, inderdaad, want ik ben heel gelukkig. Oh, ben je heel gelukkig? Ja, ik ben heel gelukkig. Ik heb net een lekker ijsje op. Jullie ook? Ik vind dat heerlijk, dat ijsje. Nou, leuk. Ik ben ook wel gelukkig trouwens. Waarom ben jij gelukkig? Nou, ik heb rode punten aan mijn sokken. Kun je daar gelukkig van worden? Kijk, rode punten aan mijn sokken. Wow! Nou, oké. Maar er zijn nog wel meer dingen waar je gelukkig van kunt worden. Ja, bijvoorbeeld de 3 P's. De 3 P's? Ja, pizza, pannenkoek en patat. Oh, dat vind jij lekker natuurlijk. Ah, vind ik heel lekker. Jullie ook? Ja, heerlijk. Maar ik wil het over nog iets anders. Ken je dat liedje ook? We gaan een liedje samen zingen. Let op. Jezus heeft hele bijzondere dingen verteld over geluk. Dat doet hij op een dag dat hij met heel veel mensen bij een berg is, op een berg. Ga maar lekker zitten, zegt hij tegen al die mensen, tegen al die kinderen. Tegen al die mensen die hij aanziet in het gezicht en waarvan hij wel ziet dat de een veel geluk heeft in het leven en de ander helemaal niet. Dat sommige mensen ongelukkig zijn en andere mensen juist weer niet. Hij ziet de kinderen die fijn aan het spelen zijn. En hij geeft ze een knipoog en zegt, ga ook maar even zitten. Ik wil jullie wat vertellen over het echte geluk. Het echte geluk, zo lees ik het uit de Bijbel, het echte geluk is voor mensen die weten dat ze God nodig hebben. Want voor hen is Gods nieuwe wereld. Het echte geluk is voor mensen die verdriet hebben, want God zal hen troosten. Het echte geluk is voor mensen die vriendelijk zijn. Want aan hen zal God de aarde geven. Het echte geluk is voor mensen die doen wat God wil en die dat het allerbelangrijkste vinden. Want God zal hun moeite belonen. Het echte geluk is voor mensen die goed zijn voor anderen. Want God zal goed zijn voor hen. Het echte geluk is voor mensen die eerlijk zijn, want zij zullen God zien. Het echte geluk is voor mensen die vrede sluiten, want zij zullen kinderen van God genoemd worden. Het echte geluk. Het echte geluk heeft eigenlijk met je hart te maken. Kijk, hier heb ik nog een hart, zie je wel? Het heeft met je hart te maken dat in jouw hart God woont, Jezus woont. En als dat zo is, dan ga je doen wat God wil. Dan word je vriendelijk. Dan ga je doen wat God wil. Dan ben je goed voor andere mensen. Dan sluit je vrede in plaats van dat je ruzie maakt. Dat is het echte geluk. Dat God in je hart woont. Net zoals dat liedje wat we net gehoord hebben van Peter en dominee Piet. Weet je nog? Wat moeten we met al die boeken? Niks. Waarom staan ze er dan? Weet ik ook niet. Maar daar hebben we het dan niet over. We gaan het eventjes hier over hebben. Oh, leuk. Nou ja. Ja, allemaal gekleurde papiertjes en een schaar. En, kijk, ik dacht over dat geluk. Ja? Daar kun je wat leuks maken. Je kunt bijvoorbeeld voor iemand die een kaartje nodig heeft. Jij een kaartje nodig? Ja, ook andere mensen bij de kinderen in de buurt. Oh, bij jullie in de buurt? Ja, dus bij iemand, bijvoorbeeld je opa of je buurvrouw of iemand waarvan je denkt, die zou wel eens een kaartje kunnen krijgen. Ja,
iemand die er een beetje van op gaat kikkeren. Precies. Nou, dat je daar een leuk kaartje voor maakt. Nou, dan hoop ik wel dat de kinderen bij jullie thuis meer spullen hebben dan die dominee hier op. Nou, dit is niet echt om over naar huis te schrijven, zeg. Nee, daar heb je gelijk aan, Peter. Dus ik hoop dat jullie leuke spulletjes hebben om een mooi kaartje te maken. Je kan er plaatjes op plakken uit een tijdschrift of een leuk stripje. Of kraaltjes of allerlei leuke dingetjes die je hopelijk thuis hebt om een kaartje te maken. En dan breng je dat bij iemand, doe je het in de bus en dan zet je het op de achterkant. Ik wens jou iets fijns toe, iets liefde of geluk. Geluk bijvoorbeeld! Precies. Nou, dan maak je een mooi kaartje voor iemand. Maar als er nou iemand is die daar geen zin in heeft om een kaartje te maken, dan kun je natuurlijk ook wat anders doen. Toch? Ja, dat denk ik wel. Je zou bijvoorbeeld ook een karweitje kunnen doen voor iemand. Oh, leuk. Ik hou van mijn handen uit de mouwen steken. Precies. Dus dan ga je bijvoorbeeld je moeder eens helpen een keer. Of de buurman. Of iemand, nou ja, gewoon je gaat iemand helpen met een boodschapje. Of even iets schoonmaken. De rommel naar de... Hoe noemen ze dat hier eigenlijk? Dat je dus de rommel in van die... Weet je wel, je hebt hier van die bakken. Doe je deksel open met zo'n kaartje eerst en dan gooi je dan je rommel in. Groen bij groen en het andere bij je... Oh, de vuilnisbakken gewoon, wat doe ik? Precies. Nou, ga je iemand helpen met helpen? Helpen, zodat iemand gelukkig wordt. Nou, ik zou zeggen, veel geluk. Veel geluk voor jullie. De hartelijke groeten van dominee Piet en Peter. En tot de volgende keer. Doedoe! Wacht even, nog één ding. Als jullie nou nog eens een keer een ijsje willen eten, of zelf eens een keer aardbeidjes willen plukken, bij Gerardo aan de overkant van het kanaal, dan moet je een leuk appie sturen aan ons, aan dominee Piet, en dan krijg je een tegoedbon, dan krijg je een gratis lekker ijsje van Gerardo. Echt wel top? Ja, doe dat! Stuur mij een appje met een leuk fotootje, filmpje van wat je gedaan hebt. En misschien win je dan de prijs. De tegoedbon. Let op, de tegoedbon voor een ijsje of een bakje zelf te plukken. Onbespoten aardbeien. Doei.